Goedendag, je kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland. Het is een vrij dunne bewolking, maar toch dik genoeg om de zon goed tegen te houden. Slechts af en toe breekt de zon wel door, dat gebeurt dan vooral in het zuiden en oostelijke deel van het land. Af en toe kan er ook nog een spatje motregen vallen, maar dat stelt niet zoveel voor. Temperaturen vanochtend rond 8 graden. Vanmiddag stijgt het kwik dan naar 10 à 11 graden. Ook dan houden wolkenvelden de overhand. Maar in elke regio weet soms ook heel even de zon door te breken. Vanmiddag is het wel vrijwel overal droog. Vanavond hebben we de minste hoeveelheid bewolking. De opklaringen zijn dus dan wat breder. En ook vanavond is het droog. En in de nacht neemt vanuit het noordoosten de bewolking weer toe. Morgen hebben we dan opnieuw veel bewolking. Meer dan vandaag. En de zon die heeft het echt moeilijk. Breekt slechts af en toe door. Lokaal kan er weer een spatje vallen, het wordt ongeveer 9 graden. De wind waait uit het oosten en is zwak tot matig. Ook de rest van de week houden we een oostelijke wind, die voert nog niet echt koude lucht aan. De temperatuur gaat wel stapje voor stapje naar beneden. Maar doordat er vooral veel bewolking blijft, worden de nachten nog niet koud, met minima rond 5 graden. Weinig neerslag valt er. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.